Jongens en meisjes, dames en heren, daar zijn we weer. We zijn er weer. Zoals jullie weten ben ik naast man ook professioneel appontwikkelaar. Zoals te zien is in mijn Instagram bio. Ja, ja, ja. Nee, even zonder dollen, even zonder grappen. Zoals jullie misschien weten heb ik de app Kaasje laten maken. En het ging even iets anders dan ik verwacht had. Laat ik even kleine throwback. Ik besloot iets meer dan anderhalf maand geleden om de app Kaars te laten maken op Fiverr. Toen kwam ik mijn grote vriend tegen, de Torion. Of zo, geen idee hoe die vet heet. De Torino. Ik kon de karakters uitkiezen en wat ik wilde. En ik wilde zeg maar dat je kaarsjes kon verzamelen en zo mensen kon vrijspelen. Maar het werd iets beter opgepakt dan ik verwacht had, om eerlijk te zijn. En daar zijn we nu dan weer met een nieuwe video over de app Kaarsje. En ik heb een paar leuke updates voor jullie. En we gaan even een paar leuke andere dingen doen. Ten eerste, abonneer op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven van de video's over Kaarsje. Want ik denk over niet al te lange tijd een video maken waarin ik alles zien. Dus hoeveel mensen gedownload hebben, hoeveel geld ik eraan heb verdiend, hoeveel iedereen gekocht is, dus hoe vaak bijvoorbeeld dat lekkere wijf gekocht is, Priscilla, hoe vaak Matty gekocht is. Ik laat alles zien. Dus abonneer als je daarvan op de hoogte wilt blijven en like deze video. We gaan vandaag wat leuke dingen doen. Ik ga eens even kijken naar de app zelf. Dan ga ik een paar kleine updates geven en dan ga ik op YouTube, want er zijn allemaal mensen die doen nu een soort van Kaasje video's. Alsof het een soort FIFA is. Ik vind het schitterend. De eerste die jullie zien hier nu, de app, dit is Kaasje. Dit is Kaasje. Met mijn poppetje. Ik heb de beschrijving aangepast naar Kaasje. Waarschijnlijk de game van het jaar. Lukt het jou om uit de handen te blijven van de gehaktballen en stekels. Strijd voor de highscore, want als jij beter bent dan je vrienden, mag je zelf gerust het ultieme Kaasje noemen. We hebben 5 sterren op de Google Play Store met 9189 recensies. Ik heb meteen super vaak de vraag van Koen, ik wil de game op iOS. Gaat dat lukken? Kan ik het spelen op iOS? Het probleem met iOS is, en dus niet meteen denken van het gaat niet gebeuren, want ik ben ermee bezig. Het probleem is dat ze bij Apple willen ze eigenlijk alleen maar unieke games hebben, want ze willen niet alleen maar dezelfde games. Deze game lijkt best wel op andere games. Maar ik ga nu wel toevoegen, samen met Deturion, maar daar kom ik zo op terug, waardoor het wel een stukje anders wordt, waardoor het waarschijnlijk wel op iOS kan komen. Ik heb het in ieder geval opgestuurd naar iOS en naar Apple. Dus als het goed is, staat aan het eind van komende week, of ergens komende week staat het online. Wil je op de hoogte blijven daarvan? Volg mij op Instagram. Mijn Instagram is Koen, K-O-E-N, Koen. En dan blijf je fantastisch op de hoogte. En wanneer het in de Apple Store staat, dan laat ik het gelijk weten. Dan is het Kaasje. Daarnaast hebben we natuurlijk hier wat. Ik ga nu even kijken, want er is een leaderboard. En nou, er zijn scores gehaald. Nou, dat vind ik ongelooflijk. Daar kom ik zelf niet eens in de buurt. Even de app van het jaar openen, jongens. Kaasje, jawel. Even kijken naar de leaderboard. Eerste staat op dit moment Swag Meneer. En Swag Meneer heeft 2799 kaasjes gehaald. 2799 kaasjes. Op 2 staat Piggy Rang. Die heeft 1779. Dus hij was bijna nummer 1, maar net niet. En op 3 staat Tijn 007. Die heeft 1730. Bizar. Echt ongelooflijk bizar. Maar ik ben dus echt druk bezig om ook op iOS te krijgen. En er komt binnenkort een update aan. Met onder andere nieuwe characters. Er komen drie characters aan die je kan vrijspelen met kaasjes. En 1 character die je kan kopen. En het worden echt goede characters. Ik moet zeggen, het worden echt hele goede characters. Die update komt er ook deze komende week aan. Fantastisch, leuk, fantastisch. Want ik krijg heel veel mensen zeggen van ja, ik heb Rob en Milo vrijgespeeld. Iedereen gekocht. Ik wil weer nieuwe mensen vrijspelen. Komt eraan, het wordt echt leuk. En er komt ook een nieuwe feature in. Nou, fantastisch. Met een paar kleine easter eggjes, het wordt echt leuk. Dus heb je nou kaasjes niet gedownload op de Google App Store? Doe dat dan nu. En ga het spelen. En als je nou denkt van, ik heb nu iedereen vrijgespeeld, ga alvast die kaars verzamelen, want je zal ze nodig hebben straks. Geloof mij. Oké, zit hier op die pagina en check eens hoe je viewt. Ongekend. Mensen schrijven gewoon echt verhalen, jongen. Dit is toch niet normaal, dit? Dikke vette griep. Ik merk erg goed de verschil tussen Milo en Robbie, ook al heb ik geen flauw idee wie dit zijn en geen kaarsje om ze te kopen. Dit maakt me dik vet fan van Hutchkoen. Wat een gaaf spel. Tantu kaarsje, groetjes. Lol. Na 3 kapotte controllers, 9 verschillende keepers in 1 weekend league en 200 tegendoelpunten van Ben, ben ik wel blij dat deze game niemand meer op me kan dabben. Het is wel jammer dat hier nog geen FC Glory van is, dus nu ga ik er nooit zo goed in worden. Misschien kan ik Roel overhalen om toch een klein tutorial op te laden over hoe je het best kaasje kan spelen. Dit is een zeer kaasje spel, ik heb nog wel wat verbeterpunten. Lange reclame zodat Koen meer geld krijgt. Op zich een goeie. Als je 100 kaasjes hebt, dan hoor je Atemos, dat is het kaasje zeggen. De soundtrack moet Koen's liedje Balenciaga's worden. Atemos skin, iedereen moet duim merch dragen. En koop nou die extra hutskins. Luister nou naar Niels. De Robbie's en tante dikke buik, word ik de hele tijd gespiesd. Echt een kaasjeverspilling. Persoonlijk denk ik dus dat Milo beter is, want hij heeft van die dunne anorexia benen. Ik geef dit spel een dikke 5 sterren, omdat ik hier vrij tot zeer blij van word. Vanaf nu speel ik dit spel gemiddeld 9 uur per dag. Besef, ik laat het in een andere video zien, maar ik ben dus nu ook met die developer aan het praten met de Torion. Hij vindt het ook ziek leuk van, je gelooft het niet. Maar kaasje, hier wat, ik ga je even wat laten zien, jongens. Dit is ongelooflijk. Je ziet in mijn scherm als het goed is. Op het moment dat je naar de Play Store gaat, en dan ga je naar populairste items, en dan doe je geïnstalleerde apps tonen, staat kaasje op 1 van populaire games. Kaasje staat op 1 van populaire games. Hoe kan dat nou? Dat is toch ongelooflijk. Als je erheen gaat ook, dan kom je weer op een andere pagina. Als je hier naar beneden scrollt, nummer 1 lijst populaire games, dan staat hij boven Roblox en boven Pokémon Go. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Ongelooflijk. Al die spellen zitten echt miljoenen euro's. En die van mij 230. Dan moet ik zeggen dat mijn update, die gaat een stuk meer kosten dan de app zelf. Maar maakt niet uit. We maken er een mooie app van. Ik hoop gewoon ook heel erg dat hij op iOS kan. Het zou gewoon top zijn. Maar in ieder geval, ik ga nu even naar YouTube. En als je dan intoetst kaasje, kom je natuurlijk eerst op een Atemos kaasje. Zelf ingenomen Atemos. Kom je mijn video en dan het kaasjespel uittesten.
gaan vandaag wat ziks doen. We gaan namelijk het Ultra Huts kaarsjespelletje van DNPNL testen. Ik heb het al eventjes gespeeld en ik vind het echt leuk. Er zit echt wel een moeilijkheidsgraad aan vast. Want er zijn gewoon dingen waar het gewoon bijna onmogelijk lijkt om er eventjes doorheen te lopen. Het zijn levels en je kan alle... Mensen maken gewoon video's over mijn game. Dit is al ongelofelijk. Ja, we gaan het gewoon spelen. Wil je nou dat ik hier een serie van maak? Doe even een duimpje omhoog. Oh, als je een serie ervan wil maken, wil je een duimpje... Klein duimpje omhoog. Hij gaat gewoon 3 minuten mijn game te spelen. We gaan kaas. Oh. Kaasje. Hey, lekker reclametje. Een halve minuut, dat is ook mijn highscore. Nee, ik heb net al 40 seconden. Dan ben je niet heel goed hoor, als je highscore 40 seconden is. Hallo. Echt een top game. Oh. Spring dan! Oké, deze gast is niet heel goed. Maar dankjewel wel, Rage Quitter, voor je video. Zelpower, die heeft zelf al 2 afleveringen gemaakt. Rage Quitter heeft ook een 2e aflevering. En hij heeft 700. Huh? Hallo mensen, welkom weer terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kaarsjes spelen. Het nieuwe... Oh, hij heeft gewoon geklikbait. Ik zie die al staan. Hij is wel vrolijk, deze fan. Dat vind ik leuk. Het nieuwe spel van Koen. Koen DNPNL, jullie kennen hem allemaal wel. Een van de beste bankzitters. Shoutout. Verder is het wel een goed spel. Soms doet de rechterknop het niet, maar dat is helemaal... Dat is niks. Moet je gewoon beter drukken, denk ik. Of is het echt een probleem? Dan ga ik het even vragen. Oh! Oh, ik moest niet zo, daarom ging ik dood. Oh, shit. Ja, dat zeggen ze allemaal. Goed potje, mijn highscore is wel iets van 400. Zo! Dit is wel een stuk beter dan die vorige in ieder geval. Oh, dat vind ik ook van die vervelende... Oh, we krijgen wel weer een advertentie. Koen, je krijgt weer geld. Yes! Hey, hij gaat van de highscore, denk ik. Lekker. We zijn nog 40 seconden bezig. Linksboven kan je dat... Oh, ik schrok van die gehaktbal, jongen. Maar die komen natuurlijk uit... Ik schrok van die gehaktbal. Wat schitterend. Ik schrok van die gehaktbal, jongen. Dat is ook de bedoeling, natuurlijk. Wat doe je? En kijk, het gebeurde weer. Ik kon niet springen. Oh, oké, dan ga ik even meteen tegen hem zeggen. Verder dat vind ik het echt een heel leuk spel. Die rode balken trouwens, die kunnen omhoog of omlaag komen. Pas op daarvoor. Dankjewel voor de tip, jongen. Oh, gehaktbal. Oh, gehaktbal. Ik vind het schitterend. Nog vanuit het plafond. Oh. Gehaktbal. En nog gehaktbal. En nog gehaktbal. Hij gaat echt knettergoed. Oh, nog een appie. Zal ik allemaal wel even wegeten? Ja, goed zo. Lekker wegeten. Niks mis mee. Of gewoon wat voorplakken dat jullie die niet zien. Ik ben wel eigenlijk wel benieuwd naar de appjes van groepen 1 en B. Of van klas 1 en B. Nou jongen, deze vent jongen. Oh, kijk hem gaan. Kom, ga ik wel. En we hebben mijn recordje. Nice. Nee, nog niet. 432 volgens mij. 432. Je gaat halen jongen. Ik voel het. Gaat lekker. Hij zit bij 500. Hè? Ik heb jeuk. Hij heeft jeuk. Nee, hij heeft jeuk. Zo, dit is natuurlijk wel echt een stuk langer, want eigenlijk had ik... Wel... Oh! Kou, pauper, pauper, pauper. En ik krijg weer een tandoe-ad, jongen. Ik ben helemaal klaar mee. Jezus, man. 575. Dit gaan we even screenshotten natuurlijk. Hoppakee, thumbnailtje binnenhangen. Waarschijnlijk wordt het niet eens de thumbnail. Nog één keer die reactie. Zo, dit is natuurlijk wel echt een stuk langer, want eigenlijk had ik nu al... Kou, pauper, pauper, pauper. En ik krijg weer een tandoe-ad, jongen. Ik ben helemaal klaar mee. Jezus, man. Wat schitterend. Dit is mooi, jongen. Schitterend. Hey, compilaties NL. Even een kleine like voor jou. Wat een leuke video. Heerlijk. We gaan nu meteen door voor Milo, maar we gaan eerst een paar rondjes met Robbie. Hier reed ik zijn vetrolletjes eraf niet trainen. Kijk, die Rob rennen met zijn worstenbroodje armpjes. Die Rob komt bijna niet onder dat ding door. Je merkt gewoon zijn lengte. Ja, is het een voordeel? Oh, maar dit is schitterend. Die Rob hoe die rent. Dit is toch fantastisch. Ik vind dat echt fantastisch. Brandon Burger heeft 11 minuten dat hij kaarsjes speelt. Fuck out boys, we gaan kaarsjes spelen. Wat een hutsige spel is. Hey, vroeg gekocht. Eén. Vol gas het nummer. Oh! Ik wil een kleine shout-out doen naar Brandon Burger voor het kopen van Roel. Reacties, je bent niet normaal leren in deze game. Thanks. Zet die griep in je ziekjes tot zaterdag. Ik hoor jou niet eens, what the fuck. Kijk, die Roel rennen ook. Mensen, ik kan jullie vertellen, de hoofden gaan geüpdate worden. Echt, die nieuwe update wordt zo vet. Ik meen het serieus. Ik meen het serieus. Hebben we Hut Sven? Die Rob, die dikke Rob. Rob wordt er echt bijna ingegaan door dingen. Voor mij is hij echt gewoon trager, Rob. Hij is zo dik. Oeh! Rob, jongen. Oude dikzak, schitterend. Wat is dit? De Link Master. Dankjewel voor de shout-out met je link. Kaas. Kaas! Wat gebeurt hier allemaal? Huh? Je vindt die kaas. Wat is dit? Hey, oprecht, voor ik weet niet hoe oud je bent. Ik denk dat je 12 bent of zo. Je edits zijn echt leuk. Maar je moet proberen om... Steun deze rode bel 06 kaas, kaas en dan hier kaas. Maar probeer iets duidelijker te praten, iets harder te praten. Want ik kan je niet zo goed verstaan. Ik denk dat je ook gewoon hard gaat praten. Gewoon lekker schreeuwen! Lekker schreeuwen! Dan komt het helemaal goed. Kaasje, nu al de game van het jaar. Kijk, deze man snapt het. DNPNL, oftewel Koen, een Nederlands FIFA-YouTuber van de bankzitters, heeft zijn eigen app laten maken. Namelijk Kaasje.
Koen is je basiskarakter. Dan heb je Milo. Ja, ze lijken echt totaal niet op Nee, dat komt, dat komt nog. Hartstikke dik. En dan heb je ook nog Raoul, uiteraard vanwege de overdreven leeftijd. Mattie, Messenbochel en Priscilla, oftewel de mooie chick. Mooie chick, gewoon een lekker wijf. Matta en Nel, dankjewel jongen voor je video. Ik heb genoten. Ja, er zijn er echt nog echt mokerveel. Het is echt niet normaal. Ik ga ze allemaal nog een keertje kijken, maar niet in deze video. Want deze video is nu tot zijn einde gekomen. Mensen, de update komt eraan. Volg me op Instagram voor updates over Kaasje. Ik ga alles gaan doen om op iOS te laten komen. En de volgende update wordt echt tantoe leuk. Ik zweer het je. Mensen, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken en de groeten. Doei! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Er gaat een man naar de slager en hij zegt, heeft hij ook, heeft hij varkenspoten? Dan zegt die slager, ja. Die man, dat is vast moeilijk lopen. Oh.